Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, dinsdag 11 mei. Vandaag in het journaal. 28.800 doses AstraZeneca-vaccins gearriveerd in Suriname. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid weerspreekt valse berichtgeving in een lokaal dagblad. Derde golf slaat hard toe, woorden van dokter Martelise Eersel. De gezondheidsautoriteiten streven eerst zelf van 2021 65.000 mensen te vaccineren. Gisteravond zijn de 28.800 doses AstraZeneca-vaccins gearriveerd in Suriname. Deze lading komt uit Italië en is mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven. Momenteel heeft Suriname niet meer dan 10% van de populatie gevaccineerd. Met deze dosis erbij zijn de verwachtingen dat nog eens 5% gevaccineerd kan worden. Voor nu denk ik dat we nog geen 10% hebben gevaccineerd met één dosis. En we hebben misschien 1% met twee doses al gevaccineerd. Dat is dus heel erg laag. Met dit erbij dan kunnen we nog een 5% erbij zetten. En totaal mikken we dan de eerste helft van 2021 op... Zo'n 65.000 tot 70.000 personen die we volledig willen vaccineren. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin wordt gekeken hoe over te gaan naar de volgende groep burgers. Eerst is het de beurt aan de risicogroepen, 60-plussers en 40-plussers met chronische klachten. Dr. Anders Dinesh Gokul is manager van het Nationaal Immunisatieprogramma. Allereerst wil ik zeggen, meneer Daathuizen, dat we heel erg blij zijn met de aankomst van 28.800 doses vaccin via COVAX die naar Suriname zijn gekomen. Het is vaccin dat afkomstig is uit Italië, maar we zullen het heel goed inzetten hier in Suriname. We willen zoveel mogelijk de kwetsbare groepen en de groepen die geprioriteerd zijn door het NCT, die zoveel mogelijk bereiken. We weten dat we nu ook de leerkrachten en ook de gewapende machten mogen vaccineren. En deze mensen die zich aanmelden, willen we zoveel mogelijk vaccineren. Ik wil van deze kant uit de mensen uitnodigen. De mensen die nog aarzelen, komt u, laat u zich vaccineren. Zodat het beloop, mocht u eventueel toch besmet raken met het COVID-virus, zodat het beloop niet zo ernstig is. Inderdaad is dat een mogelijkheid om de jongeren te vaccineren gezien ze de koppige zijn. Maar elk land denkt in public health termen. Elk land denkt in termen van welke groep ga je als eerste vaccineren. En de groep die wij als eerste willen vaccineren is de kwetsbare groep. De mensen bij wie we zeker weten dat als ze COVID oplopen, dat ze dus zeker in het ziekenhuis zullen belanden of ernstig ziek zullen worden, waardoor het beloop bij hun veel ernstiger is. De derde golf slaat hard toe in Suriname. Dat zien wij dagelijks aan de cijfers die gepresenteerd worden. Het aantal mensen die ziek worden en zelfs overlijden aan de gevolgen van COVID. Dat allemaal ook te weten aan het P1, oftewel Manaus variant. We spraken dokter Martelise Eersel. Deze golf nummer 3 is heel anders dan golf 1 en 2. Dat zien we aan hoe ziek die mensen nu worden. Die mensen krijgen niet een beetje buikpijn of een beetje griepverschijnselen. Als ze in het ziekenhuis belanden is het zuurstof, 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 meer zuurstof, nog meer zuurstof. En dat komt omdat die nieuwe variant in Suriname nou raast en teert.
Dat is die zogenaamde P1 variant, ofwel de Manaus variant. We hebben die beelden gezien toch van Brazilië. Wel, dat is nou hier zich aan het ontwikkelen in Suriname. Het is zeer zorgwekkend. Samen kunnen wij dit virus verslaan. Maar alleen als wij ons houden aan de juiste maatregelen. Mohanna, de meeste besmettingen die met deze golf gepaard gaan, zijn ontstaan doordat arbeiders en werkgevers zich niet houden aan de maatregelen. Het komt te vaak voor dat op de werkplek er geen mondkap opgezet wordt. Maar daar zullen de autoriteiten niet voor schromen de schuldigen te beboeten. De maatregelen naleven. Mohana, mondkap op, handen wassen, afstand houden. Vooral in ruimten, op kantoren, in bussen, in taxis, in winkels. We zien nog te veel dat mensen mondkap afhouden als ze op kantoor zijn. Want ze denken, die mensen met wie ik werk zijn veilig. Mooi niet. Zodra je buiten je bubbel bent, je bubbel zijn die mensen met wie je in één huis woont, moet je voorzichtig zijn. Noem ik corona kom in je osso, go besmet je familie man. Draag je mondkap als je op het werk bent, als je in de bus, de winkel of whatever bent. Als je benauwd bent, ga je even naar buiten in de frisse lucht, daar je pura mondkap. Maar als je in de buurt van anderen bent, hou je mondkap op. Ja? Want we zien vrij veel besmettingen op werkplekken, zien we. Je liet het ook in de krant, banken, kantoren, hoef het niet op te noemen. Ja, toch? Dus Mohana is heel belangrijk. Nog belangrijker geworden dan bij golf 1 en golf 2. Ik ben zelf in kantoor geweest waar de baas zelf geen mondkap op heeft. Daar heb ik het genoeg gezegd. Er is weer een schrijven gegaan naar alle bedrijven, alle kantoren, toch, om de Mohana-maatregelen na te leven. Er staat wel een boete op. Als je je mondkap niet op hebt op het werk, 150 SRD. En de baas krijgt ook nog een hogere boete. Die controle, ja, daar ga ik niet over. Wij gaan niet over handhaving. Die zou er meer moeten zijn op werkplekken. Plaatsen waar mensen werken en arbeiden. Over het vaccineren kan ik niet zeggen dat ik tevreden ben. Het gaat heel langzaam. Dat zegt dokter Eersel in gesprek met het COVID-journaal. Bij het vaccineren kunnen we zeggen dat het heel, heel langzaam gaat. We hebben ook niet genoeg vaccin, dat is zo. Maar zelf met de beperkte hoeveelheid gaat het erg langzaam. Er zijn mensen die nog aarzelen. We horen mensen wachten. Als je wacht en het krijgt, dan gaan zoveel mensen wachten en ernstige COVID krijgen. Kunnen we een punt bereiken dat er niet genoeg zuurstof zal zijn? Heeft u die beelden gezien van Brazilië, India? Ja, waar mensen zo benauwd zijn. Ze kunnen geen zuurstof vinden voor hun geliefden. Laat het niet zo ver komen. Ga en vaccineer. Spreek een datum af met je mensen. Ga als je 60 plus bent. 40 tot 60 jaar, ga je vaccineren. De plekken waar je kan vaccineren zijn bekend. Willen we met z'n allen COVID bestrijden, is de enige optie vaccineren. Niet alleen een lockdown en een avondklok zullen werken, maar het beste is vaccineren. Als voorbeeld haalt dokter Martelise Eersel het geval aan van het seniorentehuis Fatima Oord, waar onlangs burgers positief getest zijn, ondanks gevaccineerd te zijn. Je kan een lockdown hebben, avondklok, wat hebben we gezien? Na golf 2, toch? We hadden lockdown, avondklok enzovoort. Golf 2 is naar beneden gegaan. Binnen een paar weken nadat we de maatregelen hebben versoepeld, golf 3. Want Amanous variant ben kukujasukba. Dus al gaan we nu lockdown allerlei dingen doen, toch? Het virus heb je nooit helemaal weg en er komen nieuwe varianten. Een Indiase variant. Misschien een Surinaamse variant. Laten we daarvoor uitkijken. De enige manier om hieruit te komen, echt blijvend, duurzaam, is vaccineren. De voorbeelden zijn er. Kijk, Curaçao. 72% van de bevolking is al gevaccineerd. Ze hebben geen probleem meer met de ziekenhuizen. Waarom kunnen wij dat niet doen? Bij Fatima Oort is dat gebeurd, ja. De gevaccineerde oortjes hebben even een snotneusje gehad. Maar de niet-gevaccineerden, die zijn in het ziekenhuis beland. Dus als je gevaccineerd bent, krijg je het een beetje misschien, of niet. Maar als je niet gevaccineerd wordt, deze variant, als je 60 plus bent of je hebt onderliggende klachten, ben je geleverd. In een lokaal dagblad is er misleidende en valse informatie verstrekt
met betrekking tot de vaccinatiecampagne. Als koptekst wordt beweerd dat de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, een ieder oproep zich te laten vaccineren. Dit bericht klopt helemaal niet. Er is nooit wederhoord gepleegd alvorens over te gaan tot publicatie. We hebben bericht gezien in de media, also dat wij iedereen hebben opgeroepen om te vaccineren. En dat wij de eis van de PAHO met betrekking tot 20% van de samenleving die gevaccineerd moet zijn, moeten halen om mee te doen aan een COVAX faciliteit. Het bericht klopt echt totaal op niets. Ik heb zeker als minister van Volksgezondheid altijd gesteld dat wij vaccineren volgens de prioriteitengroep. Dat is ook op advies van de deskundigen, de technische adviescommissie, met betrekking tot vaccins, waarbij wij proberen zoveel mogelijk de adviezen van deze commissie op te volgen. Er is een bepaalde logica om te vaccineren. We willen de kwetsbare groepen, maar ook de personen van wie in de risicogroepen zitten, met onderliggende ziekten, willen wij zo snel als mogelijk vaccineren. Daarvoor hebben we nu op dit moment twee vaccinatieprioriteitsgroepen. Dat zijn de 60-plussers, ongeacht ziekte. Dus het feit alleen dat u 60-plusser bent, maar gezond bent, moet u eigenlijk ook snel gaan vaccineren. Omdat leeftijd alleen al een risicofactor is voor het oplopen van complicaties bij COVID. En een andere groep is de 40 tot 60-plussers met onderliggende aandoening. 40 tot 60-jarigen dan, met onderliggende aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht, nierziekten en andere. Die ook worden opgeroepen om te vaccineren. En wat waarschijnlijk de schrijver van het artikel bedoelt, is dat wij uit die groep zoveel mogelijk mensen moeten vaccineren. Dat is ook de oproep vanuit het ministerie van Volksgezondheid. We hebben ook gelezen in het artikel een statement welke gemaakt is dat wij de 20% van de samenleving moeten vaccineren. Willen we nog doorgaan met COVAX? Dat klopt totaal op niets. Er is een schatting gemaakt door COVAX en een advies gegeven aan die landen die meedoen van COVAX kan je maximaal helpen met 20% van je samenleving. Het kan eventueel uitgebreid worden naar 40%. Dus landen zijn eigenlijk voor de rest aangewezen op andere bronnen. Dus wij weten en we weten ook dat wij voor maximaal 20% van de samenleving, misschien zelfs naar 40% als de gelegenheid daartoe bestaat, kunnen putten uit de mogelijkheden die COVAX ons biedt als land. En dan heeft de COVAX voor het gemak gesteld, 20% van je samenleving, daar zou je 3% zeker voor de healthcare workers moeten bestemmen. En 17% voor de rest van jouw eigen groepen die je hebt geïdentificeerd. Dus geen enkele organisatie, het is een onterechte beschuldiging of een onterechte stelling dat de PAHO of COVAX eigenlijk onze vaccinatiestrategie voor ons bepaalt. De PAHO faciliteert alleen, COVAX, die is een organisatie vanuit de WHO, die kan helpen om een land makkelijker te helpen aan vaccins te komen. Maar wij hebben inderdaad, hebben ons gecommitteerd aan COVAX en proberen wij ook op tijd te betalen. Want ook daar hoor je die geluiden dat we niet betalen, daarom krijgen we geen vaccin. Tot nu toe hebben we alle facturen die binnen zijn gekomen van COVAX op tijd afgewikkeld. Vandaar dat wij ook binnen de aangegeven periode in april, in mei, onze vaccins hebben ontvangen. En daarom ben ik een beetje teleurgesteld in de wijze waarop een medium in dit geval inspeelt op de vragen die er bestaan. En dat er geen feedback is geweest, in elk geval naar mij toe, om dit goed uit te leggen. Maar belangrijk is, de samenleving, met name als u in de doelgroep bent nu, dat is 40 tot 60 jaar en 60 plus, gewapende macht en leerkrachten, als u in die doelgroepen bent, zoveel mogelijk gaan vaccineren. Zoveel mogelijk registreren en dan vaccineren. Maar we gaan er uiteraard naartoe werken om meer en meer vaccins op korte termijn te krijgen, zodat we grotere delen van die samenleving, meer groepen kunnen vaccineren. Maar we houden wel vast aan die strategie. Het doel van vaccineren is ernstige ziekten te voorkomen en sterfte te voorkomen. En als je dat ziet uit de hand van onze cijfers die we vaak presenteren, waarbij je duidelijk kunt zien dat de meeste personen die overlijden boven 50 jaar zijn, en het zijn mensen vaak met onderliggende aandoeningen, dan is het meer dan duidelijk
dat wij deze groep als eerst moeten vaccineren om bij een eventuele vierde golf de druk die wij nu hebben in de ziekenhuizen niet zoveel mogelijk proberen te voorkomen dan. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik heb over het bericht, want ik word overspoeld, overladen met minister, hoe kunt u zoiets stellen, dat wij iedereen gaan vaccineren. Dus dat is dan hiermee ook gekleerd. Zo zijn we weer gekomen aan het eind van dit journaal. Het ziet er niet mooi uit voor Suriname. Laten we ervoor zorgen dat ons land niet belandt in code zwart. Zorg er niet voor dat de instanties genoodzaakt zullen zijn een totale lockdown aan te kondigen, want dat ligt niet ver van huis. Hou je aan de regels. Ook als je op het werk bent, moet je de Mohana-maatregelen in acht nemen, omdat bewezen is dat de meeste besmettingen op de werkvloer zijn ontstaan, maar ook in gesloten ruimtes. COVID, en zie het niet als een grap. Alvast van hieruit aan al onze zorgverleners, voor morgen een grote big-up aan jullie allemaal. Morgen is het namelijk de dag der verpleging. Keep up the good work. We zijn er morgen weer met een nieuw journaal. Tot dan. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is een beetje, is heel moeilijk. Maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor, we zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten en mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt en ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID.